ging er vandaag mis? Nou, ik denk dat je het in je verslag wel hebt verteld. Ik denk dat wij 90 minuten lang het spel gedicteerd hebben. De meeste kansen gecreëerd. De minste weggegeven. Maar we hebben wel verloren. En zoals die jongen net terecht vroeg, ja, is het dan kwaliteit of pech? Nou ja, van allebei wel een beetje natuurlijk. Want als je zoveel kansen creëert, dan moet je er eentje maken. En als het op de paal of de lat is, ja, dat zijn natuurlijk dingen die wel eens mee moeten zitten. Het spel, ja, daar kan ik niet zo'n lof voor hebben. De jongens die hebben niet alleen hard gewerkt, maar ook op een goede manier. Ze hebben 90 minuten de wedstrijd gedicteerd. Maar fysiek ook de bovenliggende partij. Ik had het idee dat Eindhoven 10 minuten na de rust er al doorheen zat. Scheidsrechter heeft niet opgetreden tegen het herhaaldelijk tijdrekken. Nou, daar ga ik inmiddels ook aan wennen. Alhoewel ik in staat was om het plexiglas uit de dugout op te vreten op een gegeven moment. Maar ik denk, dit kan haast niet waar zijn dat deze score op het bord staat. Maar het is toch gebeurd. Vlak voor rust. Ja, ik noem het in mijn verslag de missen van de eeuw. Dit gaan we de komende 85 jaar gaan we niet meer meemaken. Wat een kans. Wat ging er mis bij die Van de Stoep? Ja, wat ging er mis? Volgens mij ging alles mis. Daar kan ik geen strik omheen praten natuurlijk. Ja, dus dan is het voor mij ook meteen klaar. Dus ik heb meteen Dennis geroepen. Want ik vind namelijk dat je om wat voor reden dan ook deze kans niet kunt missen. Dat gebeurt wel eens door onzorgvuldigheid, dat gebeurt wel eens door te veel spanning of te weinig spanning. Maar wat de reden is, daar denk ik wel dat ik hem weet, maar die doet er niet toe. Wij kunnen het ons niet veroorloven om dit soort kansen te missen. Nee, want dan kom je op een 1-0 voorsprong en nu kwamen zij vlak naar rust op een 1-0 voorsprong. Het gaat misschien ver, maar de nederlaag, is dat toch een beetje aan dat moment te wijten? Ja, dat gaat wel wat ver. Ik bedoel, wij hebben bewezen in de afgelopen wedstrijden dat we ongelooflijk veel kansen bij elkaar konden voetballen. We konden tot voor deze wedstrijd de conclusie trekken dat alle ploegen die we gehad hadden, die konden we qua kwaliteit aan. En dat hebben we ook met het veldspel bewezen. Alleen niet in de score. En dan speel je tegen de nummer 2. Ja, dan denk je toch, ik ben toch benieuwd wat er gebeurt. En dan speel je zo'n wedstrijd. Ja, dan vind ik, dan moet je jezelf in deze situatie zeker, met Van de Stoep, maar ook in andere situaties moet je jezelf belonen. En dat hebben we niet gedaan. Baart het je wel zorgen, het scorend vermogen? Want als er gescoord wordt de laatste weken, zien we vaak dat een verdediger ze binnen schiet. Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Ik bedoel, het is nog wel eens dat een balletje zus of zo. Op een gegeven moment daar kun je er niet meer omheen ouwen. En dat wil ik ook niet doen. Het wordt zo langzamerhand wordt het vraagstuk natuurlijk. Als het dat al niet was. En het scoren van doelpunten, dat is het duurst betaald. De spitsen zijn vaak de best betaalde mensen op de wereld. En het blijkt maar dat dat niet voor niets is. Wat een dure nederlaag is dit om twee opzichten. Want als jullie een punt hadden gepakt, had NEC 2 weken lang feest gevierd. Had je tussen aanhalingstekens misschien wel een uitgebluste NEC verwacht. Druk je ze dan wat af. En nu krijgen jullie over 2 weken een heksenketel, kampioenswedstrijd tegen jouw club. Ja, maar dat zijn natuurlijk dingen waar ik, daar gaan mijn gedachten helemaal niet naar uit. Dat is in de toekomst kijken op een manier waar ik helemaal niets aan heb. Het wordt wel weer een hele leuke wedstrijd en een leuke uitdaging op die manier. Misschien wel makkelijker dan dat er voor de tegenstander niets meer op het spel had gestaan. Feit is dat jullie wel weer verliezen, anders wel weer, de laatste 6 wedstrijden 1 keer gewonnen. Valt het een beetje tegen, Alex, eerlijk? Het resultaat. Tot nu toe? Ja, als je het niet erg vindt, dan hoef ik daar geen antwoord op te geven, toch? Als je zoveel nederlagen leidt, terwijl je zoveel beter dan de tegenstander bent, dan valt het wel een beetje tegen, ja. Of bedoel je dat niet? Nou ja, ja. Ja, ik bedoel, ik vind het elke dag heerlijk werken. We werken knijterhard aan om het voor elkaar te krijgen. Nou, je ziet het aan het voetbal. Dat is echt waardig voetbal. Het is, ik vind het leuk om naar te kijken. Er is volle inzet, er wordt gecombineerd, er wordt aangevallen. Ja, ik denk dat we de aanvallendse ploeg zijn. Maar op één onderdeel schieten we tekort. Die conclusie is heel duidelijk. We scoren te weinig, we scoren veel te weinig.